Elton, denk je nog vaak terug aan de 46e minuut tegen de Graafschap? Ja, dat zeker. Zeker. Ik heb die ook heel vaak teruggekeken. Ja, zonde. Ik moest het gewoon afmaken. Dus de volgende kans gaat erin. Daar houden we je aan. Sorry? Daar houden we je aan. Ja, inderdaad. Even terug naar het seizoen tot nu toe, zeg maar. Qua punten kunnen jullie nog eigenlijk op het aantal komen wat niet ver afwijkt van vorig seizoen bij de winterstop. Wat heb jij nou een verklaring voor het feit dat het de laatste weken zo moeizaam gaat? Ik denk dat dat is heel moeilijk te verklaren. Heel veel dingen gaan niet goed en we werken eraan met z'n allen. En we moeten gewoon zorgen dat iedereen gewoon weer het vertrouwen krijgt. En het begint gewoon op de training, gewoon goed trainen. En in de wedstrijd gewoon hard werken voor het team. Je opereert vanaf de linkerkant af en toe. Ben je ook op de rechterkant te vinden? Heb jij nog een voorkeur qua positie in de voorhoede? Zeker. Ik voel me wel lekkerder aan de linkerkant, maar ook aan de rechterkant is voor mij geen probleem. Ik vind het wel lekker om te switchen beide kanten, dus ik heb er geen moeite mee. Je hebt een paar keer een hele sterke wedstrijd gespeeld hier thuis. Toen werd je verkozen tot man of the match. Dat is altijd leuk om te horen, zeg maar. Denk jij dat je ver af zit van de vorm die je toen had? Dat is wel moeilijk. Dus ik ben een speler die gewoon zonder druk gewoon mijn acties moet maken. Gewoon met leeg hoofd. Gewoon vrij uit mijn acties maken. En dat is wel iets moeilijker, zeg maar, in de laatste weken. Omdat we ook veel meer de lange bal zoeken. Dat moeten we zien eruit te komen. Hopelijk gaat het snel gebeuren. Afgelopen zaterdag dan die 0-0 tegen de Graafschap. Dat is toch een teleurstellend resultaat. Proef je dan iets in de groep van waarom het dan niet lukt? Dat zeker. En ik moest mijn kans gewoon afmaken. Daarna hadden we de wedstrijd gewoon waarschijnlijk gewonnen. En daar hoef ik niet moeilijk over te doen. Vrijdagavond naar Tilburg tegen Willem II. Hoe komt die ploeg op jou over? Een hele goede ploeg. Gevaarlijke aanval. Met een spits die heel veel scoort. Dus ik denk dat we wel gewaarschuwd zijn. We moeten gewoon de hele wedstrijd gewoon scherp zijn. En onze kansen zelf gewoon afmaken. Wat voor soort wedstrijd verwacht je? Ik verwacht dat hun gewoon druk gaan zetten op ons. Wij moeten gewoon alle duels gewoon aangaan. Duels winnen, tweede ballen winnen en daardoor zien te counteren. Ik heb begrepen dat je bij Curaçao twee keer met het hoofd hebt gescoord. Wanneer gaan we dat zien bij ADO? Zo snel mogelijk. Volgende kans voor mij die moet gewoon erin en daar ga ik wel voor zorgen.